Dit is de wijk Woensel in Eindhoven, waar ook ons klein café is gevestigd. We lieten u deze beelden al eens zien en vandaag nog een keer, maar dan iets uitgebreider, want de dader is nog niet gevonden. Het gebeurde in de nacht van zondag 22 op maandag 23 juni om 11:55 voor de deuren van het café. Met een pistool in de aanslag bedreigt de man de bezoekers van het café, die voor de ingang staan. Er ontstaat een grimmige sfeer, maar ondanks het pistool weten de bezoekers de man toch weer weg te jagen. Nou, even terug naar de man met de pistool. Hij draagt een bruin leren jek en heeft een zwart mutsje op. Het is een blanke man van een jaar of 35-45 en hij heeft een wat tenger postuur. De politie zoekt hem nog steeds en daarom vandaag nog een keer de vraag: heeft u een vermoeden wie dit kan zijn? Laat het weten op 0800 60 70.